Opnieuw kondigt Pegida een demonstratie aan in Eindhoven. Eerst voor donderdag, maar die heeft de gemeente Eindhoven al verboden. Zaterdag wil de anti-islambeweging het gewoon weer proberen. En ook dan weer is de plek de Al-Fourqa-moskee in Woensel-Zuid, midden in een woonwijk. De vorige demonstratie van Pegida liep uit op rellen en in de wijk leven dan ook zorgen. Ik vind het niet normaal. Dit is uitdagen. Dit is treiteren, de buurt pesten. Die mensen die zitten niemand in de weg. Ik werk hier vlakbij. Niemand heeft er last van. Waarom? Kijk, iedereen heeft recht om te demonstreren. Maar als jij een beetje gaat lopen uitdagen, cartoons gaat bijhalen en varkslapjes wil gaan bakken voor de moskee, dat is gewoon provoceren. Snap je? Dat heeft niks meer met demonstreren te maken. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, dat klopt. Maar niet als de veiligheid in gevaar komt van mensen. En dat is wel, toch wel wat gebeurd is ook vorige keer. Dit is te gek voor woorden. Er moet iedere keer zo'n hoop politie op de been getrommeld worden. Dit kost alleen maar een heleboel geld om niks. Maar volgens Pegida gaat het hier niet om niks. Wanneer het om helemaal niks zou gaan, dan zou de tegenpartij niet met geweld dreigen, denk ik. Wij demonstreren natuurlijk al sinds jaren tegen de islamisering en roepen daar elke keer bij dat we onze vrijheid van meningsuiting verliezen en dat men bereid is vanuit de moslimgemeenschap ook te onderdrukken met geweld. In Eindhoven, in Den Haag, in Utrecht, elke keer wanneer je een demonstratie aanmeldt tegen de islam, wordt er met zwaar geweld gedreigd. En zoals we in Eindhoven en Utrecht ook al eerder een keer gezien hebben, het wordt ook gebruikt. De vorige demonstratie van Pegida in Eindhoven liep uit de hand. Moslimjongeren blokkeerden de route en de ME moest ingrijpen. Bij buurtbewoners staan die rellen nog in het geheugen gegrift. En ze willen dat dan ook niet opnieuw meemaken. Het liefst ga ik eerder weg van mijn werk. En doe ik niet liefst, ik doe het ook echt. Ik heb er zelf zo van nagedacht om dan gewoon van huis weg te gaan. Zodat ik het ook niet zie en ook niet bang hoeft te zijn voor vernielingen of aan je auto of je huis. Misschien is dat dan wel het beste om dat dan te doen. Dan zorg je nu iedereen die een moslim is de straat uit. Sorry, het gebeurt in Nederland. Ik wil het nu ook. Ik ben echt pissig. En niet op jullie. Absoluut niet. Ik hoor ook in bepaalde delen van Nederland uit de minaret een gejank. Dat moeten we ook accepteren. We horen ook Ramadan worden wij mee geconfronteerd, ondanks dat ik anti-islam ben. Ik accepteer het ook zonder geweld. En wanneer deze mensen elke keer denken geweld nodig te hebben, sorry, maar daar wil ik niet eens over discussiëren. Gewoon triest, maar het laat wel zien met welke mensen wij te maken hebben. En dat roepen wij al jaren. Ons punt wordt elke keer hierdoor bevestigd. Ik denk niet dat dit gaat werken. Het wekt alleen maar een hele hoop irritatie op. En niet alleen bij moslims, ook bij Jan met de pet. Ik zou zeggen, ga je verdiepen in de islam, dan weet je dat wij gewoon een vredelievende godsdienst hebben. En dat getreiter, dat helpt allemaal niet. Snap je? Kijk, je moet gewoon op een normale manier met elkaar om kunnen gaan. Of jij nou christen bent, joods, islamitisch of maakt niet uit wat. Je moet gewoon respect voor elkaar hebben. Dus laat iedereen gewoon in zijn waarde en dat we gewoon samen kunnen leven in één wijk. Er zijn dus zorgen in de buurt, maar of de burgemeester daar gehoor aan geeft, blijft nog even de vraag. Pegida blijft namelijk net zoveel recht hebben om demonstreren als ieder ander.